Hoi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Misschien een beetje een gekke begin, maar ik had in december Vlogmas gedaan. Alleen die heb ik nooit afgemaakt omdat mijn computer kapot ging en ik niet meer kon editen. Inmiddels is mijn computer weer gemaakt en heb ik alle beelden van december nog even bij elkaar gebundeld tot één video. En dat is deze video geweest. En ik wil het heel graag toch nog delen, ook al zitten we niet meer in de kerstige sferen. Omdat er wel een meeting in zat van de Matsquad. We hadden namelijk een kerstborrel gedaan. En aankomende vrijdag staat er een hele verlaten nieuwjaarsborrel op de planning. En ik dacht, het is wel leuk om deze video deze week te plaatsen. En dan kun je misschien erbij zijn bij de nieuwjaarsborrel. Of ja, de nieuwjaarsborrel. Dus meer informatie kun je vinden op de Discord. Dat is discord.gg/Martia. Ik zal ook een linkje in de beschrijving zetten. En dus ja, ik zou zeggen, ik zie je hopelijk bij de borrel. En anders geniet van deze video. Een hele goede morgen. Het is zaterdag en ik heb gisteravond dus voetbal gekeken bij mijn ouders en daar blijven slapen met Olivia. Nu heb ik Olivia heel even bij mijn ouders gelaten zodat ik naar de action kan. We zijn rustig wakker geworden net. Ik heb ontbijt op het bed gezien. De auto gekrapt, want het vriest. Het is koud. En nu ben ik dus onderweg naar de action. Ik vind in Beneden-Leeuwen hebben ze echt de allermooiste action. Ik weet niet of ik het alles heb laten zien in de vlog. Maar ik zal het je zo even laten zien. Het is echt zo'n grote, nette action. Ik denk dat ze hier echt het hele assortiment hebben. Dus daar ga ik even lekker schuwen. Ik heb aan mijn moeder gevraagd, mag ik alsjeblieft een keertje lang naar de action? Ik wil gewoon alle schappen even langs. En mijn ouders vonden het goed. We stonden nog vroeg, dus ze hadden niks op de planning. En Olivia was echt net wakker, dus die gaat lekker spelen. En dan drink ik nog een theetje en dan gaan we weer naar huis. Maar nu eerst dus naar de action. Ik heb er heel veel zin in en ik ga jullie uiteraard meenemen. Kijk hoeveel opbergbakken ze hier hebben. Je hebt echt een keuze uit alles. Ik zie hier alleen geen glazen, maar die zullen vast om de hoek staan dan. Heel veel. Ik ga wel aan tafel zitten. Oh, ja. Dat dacht ik al, dat je niet in zicht wilde. Oké, als eerst heb ik dit geurtje gekocht voor mezelf. Want ik heb dus helemaal geen geurtjes. Van Guess. Oh, en het is een olie toilet, maar ik heb hem op en ik vind hem heel lekker ruiken. Yes, ik heb ook al eens iets van Guess gehad. Ja, die bruidsjurk die ik op de bruiloft van Laura en Marcel aan had, is ook van Guess. Ik heb best wel veel kleding van Guess. Ja, maar dat is bijna bij alle parfummerken, dat eigenlijk mode. Maar hij dan kort ook bij Action? Ja, ze hadden heel veel geurtjes voor 2 euro en deze was 18 euro? Zullen ze er wel uitlopen, denk ik. Seductive heet die. Ik dacht, het is wel zo fijn om gewoon een geurtje te hebben voor alledaags, weet je wel? Ja. Ik heb die hebben boven of zo, is meer mannelijk. Die kan voor mannen en vrouwen. Oh. Ik dacht, die klein. Maar wij vinden. Oh ja, jij vond hem niet lekker. Die wou je niet meer aan mij geven, ja, zei je. Ja, ik mag de rest meenemen. Want wij gebruiken hem nooit. Ik heb hem er maar staan voor als de. Als de douche stinkt, maar er staat ook nog zo'n puffje. Dus, nou, dan heb ik een thermo legging, maar ik had dacht LXL, dacht ik. Dat is beter. Ja, lekkerder. Dan schuift hij niet zo van je kont af de hele tijd. Nee. Ik kan even een andere idee. Oh, ja, maar dan moet ik hem voor jou ook doen. Ja. Nou, dit ga ik onder de boom leggen bij ons. Dus een kistje waar ik mijn sieraden in kan doen. Oh ja, dat wil je al jaren. Ja, en ik heb deze ook al een paar keer in mijn hand gehad hoor. Oh ja, oh, het is wel een mooie doos. Die nu. Ik vond hem altijd te duur of zo, maar hij was 6 of 7 euro. Dus. Nee, ik hoef niet, dank je. Dus deze. En jij die ga ik niet. Dus inpakken. Kijk. Die ga ik inpakken voor onder de boom.
Ja, dan heb ik heel veel schoonmaakazijn. Maar dit is natuurlijk schoonmaakazijn. Want ik had altijd die andere in die grote, maar dat is niet natuurlijk. Geen idee. Ja, dat ook. Ja, zijn altijd natuurlijk. Maar deze heb ik eucalyptus, dus die doe ik voor de vervloerde dweilen gebruiken voortaan dan. Want daar mag je geen sop voor gebruiken, alleen azijn. Dus ik dacht, dan neem ik deze. En dan heb ik ook gewone voor in de wasmachine. Voor in plaats van wasverzachter. Ja. En dan heb ik wc-doekjes, dat je altijd even de wc af kan doen. Deze. En nog meer, ik heb een paar flessen van die azijn. En dan had ik deze, die vond ik wel leuk. Dat... Wat is er? Of ze nog niks op hebben, die mond zo wijd open. Lekker vretertje. Voor de bananen. Deze, olijfoliefles. Ja, leuk. Ik dacht dan, is fijn met zo'n dop. Moet je eigenlijk twee hebben, één voor azijn en dan één. Ja, maar wij gebruiken niet zoveel azijn, dus... Nee. Die zet ik op het aanrecht dan. Ja. Deze ga ik ook inpakken voor kerst. Oh ja. Ik had geproefd, het is echt zout. Ik had even gelikt. Ik dacht, het is echt raar als iemand mij nu... Ja, nou ja. Maar hij is wel echt zout. Ja. Maar ik dacht, deze is wel leuk. Kunnen er drie in? Andere dingen, ja. En die andere, ik heb al twee losse, dus ik vond dit... Deze, maar dit is zwaar, joh. Beauty blenders, die moet je gewoon af en toe vervangen. Ja, die gebruik ik. Ik weet dat jij dat met de hand kunt pakken. Oh ja, en dan had ik deze. Toilet seats. Als je onderweg bent en heel vies is of zo. Of als zij zindelijk wordt, dat je dan wel gewoon op de wc kan zetten. Ik heb ook uit voor op vakantie. Ja. Dat kan ze niet pakken. Nee, dat kan ze nog niet. Is er een appel? Peer. Banaan. Peer is ook lekker, die wijn. Ja, maar ik ga niet nou ook nog peer doen. Nee. Deze was voor de raam. Oh ja. Speciaal. Maar ze hadden niet met zijn stok eraan, dus heb ik niet meegenomen voor jullie. Goed. Daar hebben we altijd zeemdoek. Ja, dit is een zeemspons. En dit is voor de condens in de auto, anti-fog spray. Want aan de binnenkant heb ik altijd... druppels hangen. Dan wordt op een gegeven moment je raam wel vet van. Ja, dan maak je het een keer schoon met azijn, toch? Ja. Dan wordt je raam vet van. En deze is een echt marmer voor de zeep op te zetten. Want die staat altijd bij ons zo los langs de rand van de op het aanrecht. Dacht ik, is wel een leuke plankje waar het op kan. De zeep. Is ook zwaar. En verder, ja, inpakpapier. En nog van deze geuren, deze roken lekker. Maar een meuk kan niet. Meuk, hè? Maar ik heb eigenlijk had het plan om voor andere mensen ook dingen te kopen, maar... Ja, sorry, is alleen maar voor mezelf geweest. Wat is er, Olivia? Ze zat straks zo en ik denk, welke te zitten. Oh ja? Zo, die heeft die niet, zo hoog op de knieën en ik denk, nou... Mijn lipstift zit gek. Ik zal even bijwerken. Ja, maar het zit op je mond zeker. Het zit op mijn lippen wel. Maar het is een beetje afgebrokkeld al. Ik zit met Snik in de auto. Hallo. We zijn onderweg naar Arnhem voor de meetup. De kerstmeetup. Ja. Ik heb dadelijk nog een leuke outfit. Maar eerst eventjes naar Arnhem rijden. We zijn nog half uurtje onderweg. En ik heb een reboeletje gekregen van Snik. Heel lief. Daar kak ik het tegenaan vanavond. Hashtag no spons. Nee, wel hashtag gekregen. Ja. Van Snik. Dat klopt, hashtag gekregen inderdaad. Ja. Nou, zien jullie zo in Arnhem. Maar ook echt gewoon in het hoekje, strak langs de muur. Oh, die heb ik gezien, ja. Ik dacht dat wel een aso. Nee, ga weer. Ze hebben afdeling 1. Ik weet niet welke. Hier ga je even een vlogteken over doen. Zoom ik in? Niet. Nee. Ryan, probeer anders even eerst op je gezicht en dan inzoomen. Hij zoomt niet in. Ga je wel. Kom maar. Oh, dit wat? Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben jouw vlog aan het filmen. Oh. Yo, how you doing?
Ja, draai je lampje brand nu. Maak even promo voor je eigen stream, man. Daar staat niks. Wil je nou ook? Nee. Ja, kom maar, kom maar. Ik heb niet zelf promo. Wil je nou ook een lekkere trui? Koop dan deze. Oh. Limited edition. Jawel, je kunt deze nog gewoon kopen voor 500 euro. Zo'n duur truitje. Die wel te koop zijn deze. En alleen de blauwe en de zwarte zijn. Nou, ik ga mijn shirt met Mathieu handtekening nog verkopen. Ik heb een rode bietenburger. Heerlijk. Een zoete aardappel. En jij hebt een wafel. Die vind ik ook wel mooi eruit. Ja, wafel chicken. Echt heel bijzonder. Heel bijzonder. Nee, Ryan. Bart, David. Bart. Bart en David, jullie moeten even lachen. En hier irritante influencers. Simply be. Oh, ik heb mezelf nog niet opgezet. Right in front of you. Nou, dat was echt een goede vlog. Goedemorgen, het is alweer zondag. Deze heeft vannacht een beetje gespookt, dus mama mocht gelukkig uitslapen, want papa ging er vroeg uit. En nu is het tijd voor mij om te tennis. Ik heb mijn tennistas klaarstaan. En we gaan 2 wedstrijden tennissen. Oh, wil jij de camera even vasthouden? Nee, dat kan niet. Ik doe de camera weg, want er wordt iemand heel enthousiast van. Hallo, hallo. Het is een paar dagen verder. Het is namelijk 12 december. En ik heb even niet gevlogd, want life caught up. Maar we zijn er weer. En ik ben even het eten aan het maken. Het is maandag en... ik dacht, ik ga eventjes gaan eten koken. Voor, eerst voor Olivia. Wat ik nu ga maken is voor Olivia. Ik ga de worteltjes stomen. Misschien dat ik later nog meer dingen ga stomen. Ik begin met wortels. En, that's it. Oh ja, ik dacht, ik was er even tussenuit. Maar we zijn weer terug en ik ga weer oppakken. Ik heb 2 vlogs geëdit net, dus... misschien is de batterij leeg dat die uitvalt. Maar ik blijf gewoon lullen tot die uitvalt. 2 vlogjes geëdit. En nu heb ik weer helemaal de smaak te pakken. Maar ja, om vloggen te editen moet je wel beeldmateriaal hebben natuurlijk. Dus ja, hier ben ik. Hey, ik vind het super leuk om al die beelden te hebben van mij met Olivia. En de momenten die je meemaakt. Hoewel ik dat dan haar kleur natuurlijk in de edit, zie je wel een hele hoop van wat er gebeurt. En dat vind ik wel heel leuk. Dus goed verhaal dit. Goedemorgen. Ik zit even op de grond in mijn gamekamer, want ik ga cadeautjes uitpakken. Nee, inpakken voor onder de kerstboom. Ik heb een aantal dingen gekocht. En die moet ik nog inpakken. En nu is Nicky hardlopen. Dus nu heb ik even tijd om het gauw in te pakken en onder de boom te leggen. Zonder dat hij het door heeft. Ik ben benieuwd wanneer hij het door heeft. Dan zegt hij, hey, hoe komen die hier? Dus dat ga ik nu even doen. Oké, ik had dus in een zwak moment online besteld. En volgens mij is het echt super leuk. Ik ga het even openmaken. Als nou niks is, kan ik het terugsturen. Ik heb het goed besteld bij Next. Dat is een brand wat ook bij Zalando te koop is. Ik heb dus een heel leuk pastelpakje gekocht. Voor Olivia. Tenminste, ik vond het heel schattig. Kijk, een trainingspakje. Dus dit is de onderkant. Met zo'n zak aan de voorkant. En dit is... Dit is de trui. Dit is voor de lente. Ja, is toch leuk? Ik vind het echt super leuk. Dus deze ga ik sowieso houden. En ik had voor mezelf... Maar is het 100%... katoen, want dat wilde ik. Dus ik wilde een 100% katoen. Ja, dat is deze. Kerstdekbed overtrek.
Kijk, en deze is ook nog eens tweezijdig. Dus aan de ene kant is het dit. En aan de andere kant, oh, laat, het is makkelijk om het kussen te laten zien. Is het deze met allemaal cadeautjes erop. En deze. Leuk, hè? Dus die had ik ook besteld. Ik denk dat die ook hou, want ik vind hem heel leuk. En vanmiddag komt mijn nieuwe dekbed. Dus vanavond zal ik heel lekker slapen. Wij nemen alles moet nog in de was. Mijn nieuwe dekbed is net binnengekomen. En die heb ik meteen in de was gegooid. Dus die is nu schoon. Die moet alleen eventjes in de droger. En dat doe ik dan samen met een tennisbal. Zodat die ook een beetje lossig wordt gegooid. Dus dat het niet één propje wordt. Dan ga ik eventjes een paar dingetjes doen die nog gedaan moeten worden. Goed verhaal. Ik heb me kerstig aangekleed, want we gaan vandaag iets super kerstigs doen. We gaan naar Oberhausen, naar de kerstmarkt en jullie gaan mee. Ja, ja. Natuurlijker. Ja, oh ja. Kaarsen, kaarsen. We hebben hier een gast van de show. Ga je trouw kijken? Hallo! Wat is je naam, Sjoerd? Die zeg je nu al. Sjoerd. Oh, hallo. Maar ik wil wel dat jij er dan ook bij staat. Ja, jij moet er ook op. Ja. Vertel eens, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag naar de kerstmarkt. Oh, leuk. In Oberhausen. Ja. En we zijn nu aan het wachten tot de auto van Sjoerd opgeladen is. Zodat, ja. Want ik moet terugrijden en dan hoeven we niet straks nog hem op te laden. Allemaal omdat we bang zijn voor Mattia van, ja, wat gebeurt er als zij dat doet? Juliette denkt, ik ga even uit beeld. Ja, Juliette is ook mee. Ik wil vragen of ze dat wel wil. Oh, wil je wel een beeld? Dat niet op internet. We kunnen knippen en plakken. Ja, maar het is meer, ik heb niet zoveel kijkers, dus het is meer voor mijn eigen videodagboek, hè. Dat ik later oud ben. Ja. Gingen jullie een kerstboom uitzoeken? Hallo. Smaakt die? Dat krijg ik geen zin. Wat voel ik erop? Zet je hoed er even op. Heerlijk broodje braadworst. Kijken we al de hele week naar uit. Wat doe ik dat graag? Onlyfans content is. Heb jij wat? Laat dat biertje maar eens zien. Ik neem maar een slokje van. Neem een slokje. Dat was alleen maar schuim. Oh. Ik heb een Pilsen mannetje, want Sjoerd wilde een Pilsen mannetje. Ja, ik ben de Bob en Juliette gaat aan de gin tonic. Dat laatste is dat verhaal. Vlogen door de stem. Vlogen door de stem. Vlogen door de stem. Vlogen door de stem. Als spreekt de camera door. Het is weer zaterdag en we waren dus gisteren bij de kerstmarkt. Olivia was slapen bij mijn ouders en dat is allemaal goed gegaan. Het is nu 8:30 en wij zijn, Nicky is altijd werk op zaterdag, dus ik ben alleen thuis en mijn opa was gisteren 90 geworden. Dus ik zei, ik kom morgenochtend op visite, dat gaat dus nu zijn. Want de melk was op bij mijn ouders voor Olivia. Ze had wel genoeg, maar de volgende is er geen melk meer. Dus ik heb een zakje melk. Dit ga ik meteen afgeven. En ik moet eerlijk zeggen, als ze er niet is, ik mis er gewoon. En nu ja, ben ik alleen thuis en ik ga wel de boodschappen doen. Zo. Dat is wel handig als Olivia daar niet is. Hè? Dan ben je gewoon sneller klaar. Dus dat ga ik nog wel doen, maar... Eerlijk, ik mis er gewoon super erg. Gisteren op die kerstmarkt, ik denk ook de hele tijd, hoe is het met Olivia? En dan zie je allemaal andere kinderen en dan denk ik, oh, had ik ook mijn kind gewoon mee kunnen nemen? Ja, nee, het is veel beter dat ze niet mee is. Want zij
Ja, ze vindt, ja, ze snapt het toch nog niet helemaal in zo'n kerstmarkt. Misschien dat ze heel even die lichtjes leuk vindt. Maar daarna is het gewoon vooral heel erg koud voor een baby. Voor onze baby. Ik denk dat die Duitse baby's het wel een beetje gewend zijn. En die waren ook allemaal heel goed ingepakt. Die hadden allemaal spullen voor. Ja, dat hebben wij ook niet. Dus, nou ja. Ik voel me dan altijd van, oh, ik mis haar. En nu ja, ben ik ook alleen thuis. En dan denk ik, ja, weet je, ik ga gewoon erheen. Ik ga weer met haar knuffelen. Ze ligt op het moment nog te slapen. Dus, nou ja. Nu heeft het nog geen zin, maar... Dadelijk als ze wakker is, dan ben ik er hoor. Alleen dan ga ik dus nog even boodschappen doen, maar dan heb ik al wel even met haar geknuffeld. En dan blijft ze bij mijn ouders nog even, ga ik naar mijn opa. Want die is dus 90 geworden. En al Flynn is ook, die komt gezellig slapen vandaag bij ons. Dus die ga ik ook ophalen in Wamel. Dus het wordt helemaal gezellig en leuk. Sorry. Hoe heet je dat nou weer? Ja, ik hoor dit liedje wel vaker. Oh, ja, ik luister er nooit naar, joh. We hebben een pakketje van Nintendo gekregen. Happy Holidays and the Best Wishes for 2023. Rick, Bianca en Annabel. Dankjewel. En volgens mij is het echt een heerlijk pakket. Ik zie echt een van mijn favoriete die lekkere koekjes. Ja. Dit zijn mijn favoriete koekjes. Maar ook wel eens. Wat is dit? Jules. Jules Vines. Dus openmaken? Ja. Dan moet je Flynn niet in beeld nemen. Nee, dat weet ik, hè. Moet je er niet mee bemoeien? Dat weet ik. Het is niet zo netjes open, dus ik heb het open. Oh, hier zitten ze dus allemaal in. Oh. Maar die haak ik nog even dicht zitten. Nou. Anders weet ik het al. Dan gaan ze allemaal op in dit buikje. Nou, dit is een kalender, die krijg je ieder jaar. Nintendo kalender. Hoe moet je die ophangen dan? Nee, neerzetten. Oh. Oh, Mario mok. Oh, die is voor mij. Ja, is die voor jou? Jazeker. Ja, jij vindt thee drinken uit de mok niet lekker. Leuk pakket toch? Nou ja, die mok, dat is de M van Mickey. Nicky. Mattia. Nee, Nicky. Okay. Dus die is mooi voor mij. Oké. Okay. Oh, ik denk dat die van Olivia is. Ja. Ja, oké. Okay. Doei. Flynn is lekker tv aan het kijken. Kan ik ondertussen koken? Voor Olivia heb ik visje, wortels, zoet en aardappel. En Flynn moet kiezen, die wou pizza. Dus weet, pizza. Wel zelf gemaakte en met een bloemkoolbodem.